De Rode Duivels zijn goed en wel begonnen met hun voorbereiding op het Europees Landenkampioenschap Euro 2000. Start was de wedstrijd Luxemburg-België van 3 weken geleden. Ging het hier om een vriendschappelijke partij of om een oefenwedstrijd? Geen van beide, blijkt nu. Vanavond heeft hij onder meer boeiende beeldverslagen van die vriendelijke voetbalinterland Luxemburg-België. Vandaar ook de uitslag 0-0. Het kan iedereen overkomen. U bent iets aan het uitleggen en net als u aan het begin van een moeilijk woord bent, wil de rest niet meer volgen. En dan moet u nederig uw toevlucht nemen tot een belachelijk synoniem. Er is onder andere professor Nick van Larenbeke van de Rijksuniversiteit van Gent, specialist ook in de kankerwetenschap. Ik heb eerst zo in Gids boekingskantoor opgezocht. Die hebben op dit ogenblik het succesverhaal, het triomfalistische verhaal van den Branden, geen boodschap. We gaan dus allemaal werken aan onze silhouetten. Ja. In plaats van kennis en dans, zoals ik hier, hun lichaam gebruiken om zich te tonen. Er zijn een bepaalde val die waren niet gefloten van de scheiders. Arbiter. Dames en heren, Rob van Oudenhoven presenteert voor u de allereerste Vlaamse Veel te moeilijke woordenshow. Goedenavond en welkom in De Wereld is naar de Bodem. Vandaag hebben we het over organenhandel met 3 professoren, stuk voor stuk, mannen die er iets van kennen. Professor Ruitenhoe, Marx, organenhandel, hoe gaat dat in zijn werk? Wel, alles begint eigenlijk op de incentive, op de gang met de levende lijken. En ik hou ze desnoods in leven met een speciale oplossing. En die wordt dus in aveneus ingebracht. En nadien wordt het lijk ingewikkeld. Professor Heijlen, u staat er wantrouwig tegenover? Ja, ik vind dat er heel veel slechte smokkelorganisaties zijn. Ja. Ja, professor Mortier, u heeft al heel wat... U heeft al heel wat te maken gehad met die handel. Inderdaad, ik kom regelmatig patiënten tegen op de afdeling. Het eerste wat wij altijd doen is aan zo'n baksken met serum hangen. Vorige week nog was iemand en die had het aan zijn hart. En dus namen we een encefie. We keken of hij nog leefde. Want hij moest toch betalen. Oeh, ja. Professor Marx, u staat zeer ruimdenkend tegenover organenhandel. Absoluut. Als ik een lever kan scheef slaan, dan draai ik mijn hand niet voor om, bij wijze van spreken. En dat heeft niks te maken met maffia, met PS-gedoe. Of met een andere lechtlening. Dat is volledig wettelijk. Althans in België, want in de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het niet wettelijk. Omdat er daar oppositie is van de die die tegen pijpen zijn. We hebben dus een oude mens op de afdeling gehad en die zat maar bezig over zijn prostaat. Die zat maar te zeiken. Die voelde zich ongelooflijk slap. En die vroeg om penicillin. Die wilde een penisverlenging. Ja. Heeft hij gekregen? Ja. Ik heb sowieso zo'n strandtrexueel. Zo'n man die zijn orgaan afstaat zonder te sterven. Ah ja, ja, ja. Ik ook eens binnen. Ja. 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 Mijn ervaring is ook dat er veel organen gestolen worden. En dat is wel geweldig jammer. Een patiënt van mij bijvoorbeeld is op een naaktstrand beroofd geweest van zijn scrotum. Of hij is lelijk in het zak gezet. Hij is dan zelf zijn testie in een tander. Wel, die is bij mij geweest voor een orgasmetransplantatie.
Heb je ook nog voorbeelden uit de praktijk? Ja, je krijgt soms de gekste dingen op je operatietafel. Hè. Ze brachten bij mij zijn vrouw binnen, helemaal naakt. En in haar hand zo'n Vitrabor, zo'n kutbrommer. Ja. Ik heb eens iemand tot de afdeling gekregen met een geslachtelijke infectie. In feite was het niet om aan te zien. Ik zeg maar, ziet dat toch druppelen? Dat is gewoon naar... Ga naar een specialist. Wat ik eens gehad heb, is ook een man die met een stoma, u kent dat, en die kwam voor een vervangaars. En ik neem daar dan een beeld van, hè? Maar dat vergeet ik nooit hoe zoiets heet, zo'n beeld. Dat is een hologram. Bedankt, heren, voor deze interessante kletspartij over dit hete hoefijzer. APPLAUS